Hallo allemaal, dit is Rick Stevens van Stevens Autoservice. Vandaag laat ik jullie zien hoe je een ABS systeem of ESP systeem of allebei kunt uitschakelen van een Mercedes Vito of Viano in dit geval van om en bij 2010 en elke andere Mercedes die dit toetsenbordje heeft, zeg maar deze cursortoetsen links op het stuur en deze cursortoetsen rechts op het stuur. En dit mooie cockpitje heeft, daar kun je dat mee regelen. Je begint met het autootje op contact te zetten. Gewoon zo dus. Als je dat gedaan hebt, dan ga je naar de linker cursortoets. Die doe je omhoog. Ik hoop dat je het tegelijkertijd kunt zien. Het is makkelijk als u met mij meedoet. Dat is het handigst. Doet u zo omhoog. En als u hem dan omhoog hebt, doet u hem nog een keer omhoog. Dan krijg je het service menu in beeld. Dus dat is dit sleuteltje, zeg maar. En dan ga je vervolgens naar de dagteller indicator. Indicator, hoe noem je dat? De nulstelling van de dagteller. Dus er staat ook een nulletje op, niet zo heel moeilijk. En die hou je gewoon vast. Net zo lang totdat er een piepsignaaltje klinkt. En als je dat gelijk opdoet met mij, dan heeft hij ook gelijk dat systeem in beeld. Hij piept nu. Dan ga je dus weer naar de linker cursortoets en dan druk je één keer hierop. Even tegelijk, in beeld is makkelijk voor u denk ik. Zo. En dan krijg je dit menuutje. En als u al deze gegevens krijgt, dan staat er nog iets onder. Met deze toets druk je nog één keer op. En dan krijg je dus dit in beeld. Dyno met test mode. En dat is lekker interessant, maar daarmee schakel je het systeem uit of aan. Als je dit in beeld hebt, dan ga je dus van deze toets ga je naar deze cursortoets. En dan druk je het bovenste pijltje één keer in. En dan begint alles rood te worden en dan heb je het hele systeem uitgeschakeld. Dus als je op de brug mee bezig moet, als je dus even een keer in dit geval een lelijke, irritante rammel moet zien te vinden. Waar al tig garage naar gekeken hebben en het niet kunnen vinden, zeg maar. Dan is het handig als u dit systeem op deze manier uitschakelt. En dan vervolgens uw ding te doen. U kunt er dan ook mee rondrijden zonder ABS-systeem. Het enige irritante eraan is wel dat hij enorm veel irritante piepjes geeft tijdens het rijden. Een beetje hetzelfde irritante geluid als wat je hebt als je de gordel niet ingeschakeld hebt. Om het systeem vervolgens uit te schakelen, ook niet onbelangrijk, ga je naar deze cursortoets. Dan druk je hierop. Ik geloof dat het onderste was. Juist. En dan staat hij nu op on. En dat komt dan in beeld. Maar dan moet je dus ook weer naar die kant gaan. En dan pak je dus hier de toets weer. En dan druk je weer op het pijltjestoetsje en dan zegt hij off. En als je dus het onderste pijltjestoets op off hebt gedrukt, vervolgens dan zet je hem gewoon uit, of zeg maar van contact af. En dan krijg je de kilometerstand weer in beeld, haal je de sleutel eruit. En als je hem dan weer op contact zet, dan is het weer mooi eraf. Dan staat hij alleen nog in het service menu. Kun je nog even wegscrollen mocht het interessant zijn. En dan heeft de klant de auto weer normaal terug. Als je dit niet doet volgens deze procedure van uitschakelen, dan gaat hij gewoon niet uit. Tenminste heb ik net gemerkt. Dus ik hoop dat u hier wanneer wat aan heeft gehad. Ik wens u nog een zonnige dag en be blessed maar weer.